Ik ga niet. Niet alles door elkaar heen. Zo, Shifty. Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Twee blokken verschil. Serieus? Oh mijn god. Ik ben zo blij. Holy shit. What is up mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Kielpelok van KookTV Eindbaas. Ik sta naast David. Hallo dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video hier op DDG. Dood! Nee, dat wil niet! Dood! Oh nee! What is up bro? Ja, supergoed. Alles met jou goed? Ja, lekker, nou, lekker. Mooi. Ik heb een cadeautje en die gaan we aan een Minecraft-fan geven. Inderdaad, ze heet namelijk Elise, 16 jaar. Ze is een enorme grote Minecraft-fan en natuurlijk ook een grote fan van jou. Dat is een mooie combinatie. We hebben heel veel te doen vandaag. Wat gaan we nu zeggen? Maar we gaan eerst even naar haar huis, denk ik. Daar woont ze, dus we gaan haar even verrassen. Ik ben best wel benieuwd. Veel te doen vandaag. Ja, dat wel. Nou, het is hier dus in de buurt. Het zonnetje. Bij de rozenstruiken. Wat nummer? Nummer 11. Zal ik? Ik geef jou de eer. Alsof ze niet kant en klaar zitten. Oké. Hopen dat de goede is. Oh my god. Hey! Hoi. Dus David bij jou thuis, mogen we wel binnenkomen zo? Ja, tuurlijk. Oké, super. Hoi. Check heel veel KookTV. Hoi. Nou, kom er lekker bij. We gaan vandaag heel veel doen. Dat gaat Sjaki je allemaal vertellen zo meteen. En ik heb een cadeautje voor jou. Zullen we lekker zitten? Gewoon kapot scheuren. Ja? Ja joh, maakt niet uit. Ja, oh my god. Zorg dat het er niet uitvalt. Het leeft nog. Nee hoor. Geef die maar aan mij. En deze ook. En het is... Oh my god. Dat zijn allemaal privé dingen van mij. Serieus? Ja, dit is mijn camera stand. Hier kun je natuurlijk mooie spelletjes op spelen. En handtekening erop. Oh my god, dankjewel. YouTube boek heb je ook gekregen. Oh. Dit is echt letterlijk mijn microfoon. Serieus? Ik heb een nieuwe gehaald, speciaal voor jou. En kijk eens op de achterkant. Voor Eli. Van mij. Oh my god, dankjewel. Maar jij denkt, dit is alles vandaag. Dat is het niet, hè, Sjaak? We gaan je namelijk meenemen. En we gaan ergens heel iets tofs doen, want ik heb gehoord. Hoe lang kijk jij eigenlijk naar David? 5, 6, 7 jaar, zoiets. Wauw. Welk spel speelt hij heel vaak? Minecraft. En ik denk dat we daar ook iets mee gaan doen. Heb je zin om mee te gaan? Ja, my god. Nou, we gaan eerst even iets met Minecraft doen. Oh my god. Kijk, dit is een microfoon met een echte handtekening. Hoe verrast ben je? Heel erg. Heel verrast. Ik had het echt niet zien aankomen. Holy. Oh mijn god, ik ben zo blij. Holy shit. We gaan dus vandaag Minecraften. Jij speelt er van Minecraft. Waar doe je dat momenteel? Op mijn kamer. Mogen we dat zien? Ja, tuurlijk. Ik zie echt overal zie ik merch hangen. En dit is dan jouw Minecraft domein. Ja, dit is mijn laptop en hier speel ik voornamelijk Minecraft. Je weet nog steeds niet waar we naartoe gaan. Je gaat het zien, maar ik denk dat het een stukje groter als dit gaat zijn. Ik denk het ook. Ben je ook goed in Minecraft? Ja. Dat gaat ook heel handig zijn. We zijn we moeten even opschieten. Dus we gaan er lekker vandoor. Nou, Eli, we zijn aangekomen in Alphen aan de Rijn. We staan namelijk bij het eSports Game Arena. En ik heb het helemaal afgehuurd. En hier gaan we lekker samen met David Minecraft spelen. Vergeet niet dat ik jou ga helpen ook. En je moet tegen Sjaak strijden. Kunnen wij hem aan, denk je? Ja, ik ook. Nou, dat betwijfel ik, maar oké. Gaan jullie lekker zitten. Dan ga ik een beetje uitleggen wat ik voorbereid heb. Op het scherm gaan jullie zometeen 3 challenges spelen. In Minecraft. De allereerste is een slope challenge. De andere is, hoe snel zijn jullie? Ik ben best wel snel. Dit is een wegren challenge. En dan een reach for the sky challenge. Daar heb ik geen naam voor. 3 challenges, best of 3, moeten 2 winnen. Als je dat doet, dan moet de verliezer naar de Wheel of Shame. Als je verloren hebt, dan ga ik aan de Wheel of Shame draaien. We hebben hier 4 challenges en daar word je allemaal niet vrolijk van. Sjaak, ga maar even weg. Dan ga ik even teamoverleg met mijn teamgenoot doen. Wat is je tactiek? Ja, gewoon winnen. Kom maar weer terug, we zijn er helemaal klaar voor. We gaan beginnen met ronde nummer 1. Oké, wie gaat winnen? Ik ga winnen. Ik ga winnen. Nee, ik ga winnen. Ik ga. Ik ga echt winnen. Ik. Geloof me maar, ik ga winnen. 3, 2, 1. Go. Dit kan veel sneller als je wisselt. Wat moet ik bij het spinnenweb? Ik doe het met de pickaxe. Oh, maar het is zwaar. Ja, dat werkt ook. Je zit inmiddels al op 24 seconden. En vergeet de obsidian niet, Sjaak. Nee, die moest niet toch? Oh, nee, die hoeft niet. 35 seconden. Ja. Bel. Ja. Met de bel. 48 seconden. Je moet doorgaan, Sjaak. Ik probeer ook te doen. Ja, dat is met de pickaxe. Bel. Zwaard. Niet alles door elkaar heen, zeg je. 1 minuut. Bam, ik ben bijna klaar. Is dat de laatste? Ja. Rondje draaien, is dat hem? Laat zien. Ja. En bam. 1 minuut. En 14 seconden. Ben je tevreden met je resultaat? Ik vind het best lang. Ik kon het weten. Jullie schreeuwen er allemaal doorheen. Daar kunnen we niks aan doen. Even wat verderop moet staan dat Eli zo meteen in alle rust haar challenge kan gaan doen. Dat snap je, hè? Oké. We gaan door met Eli. Nou, dan mag je zelf aftellen. Oké. 3, 2,
1. Go. Oké, okay, daar gaan we, daar gaan we. Jij hebt kunnen oefenen ermee, hè, natuurlijk. Niet frieken, komt helemaal goed. Dat is je hand, dat werkt ook niet. Je moet ook nog even naar beneden mikken, hè. Je zit op 17 seconden, dat is een schep. 37 seconden, kom op, hè. We moeten 1.15 moeten verslaan. Kom op. Ja, kan het. Ja. Sneller switchen. Eli, 56 seconden. Ik hoop dat het gaat lukken. Heel hoezo, goed. Hoezo, shifty? Ja, dat weet ik niet. Wat heb je gedaan? Nee, ik ook niet. Ga door. Ja, ik doe mijn best. 1 minuut 8, nog 10 seconden. Ik maak je in. Sjaak. Ha. Ha. En stop maar, dit is de tijd van Sjaak. Oh, jongen. Wat ging er fout? Ik wist het niet eens goed. Hoe ik moet switchen? Voor de volgende, de wegren-challenge, moet je niet meer lopen te friemelen met dat springen en dingen. Dat moet wel beter gaan. Mm-hmm. Gaat dat lukken? Ja. Want je mag nou niks meer verliezen, hè? Oké, okay, wij gaan naar challenge nummer 2. Sjaak. Ja? Dit is de wegren-challenge. Jij krijgt van mij 1 minuut de tijd om die nul zo hoog mogelijk te maken. Dus ik moet zo hoog mogelijk komen? Zo ver mogelijk. Zo ver. Okay. Ja, zo die kant op, dan gaat de nul omhoog. Ben je er klaar voor? Jazeker. Dan gaan wij beginnen in 3, 2, 1, go! Oké, okay, dat gaat super snel. 20 meter. We zitten inmiddels op 15 seconden en je bent 70 blokken ver. Ja? Dit gaat toch niet eens zo slecht. Oh. De bomen zijn hier laag. Ik kan er net tussendoor, heel goed. Inmiddels nog 25 seconden over. Je bent al wel 140 meter verder, hè? Dan kun je opstaan. Ja, weet ik. Nog 10 seconden en je ik zit probeer, op 65. Kom op, pak die laatste paar seconden. Stoppen in 3, 2, 1. Stilstaan. 190 meter in 1 minuut. Ga je dit kunnen verslaan? Je moet wel, want anders draai je aan de kracht. Je weet het. Oké, we gaan kijken hoe Elliot gaat doen. 2, 1, rennen. Oké, okay, dit gaat gelijk goed. Oh, je pakt ook gewoon damage. Dat maakt je helemaal niks uit. Zo! Rennen, blijven sprinten, hè? Kom op. Heel goed. Dat is snel. Blijven rennen, Eli. Blijven rennen. Niet te veel springen bij die bomen. Ja, heel goed. Links van de boom langs. En hier is ook moeite. Go. 30 seconden. Rechtdoor. Naar links. Hey. Ga door. Nee. 5 seconden, 86, 87. Ja, je bent er overheen. Dat betekent dat Sjaak niet meer aan leiding staat. Dat betekent dat het 1-1 staat in de challenge. Ja, je weet wat dat betekent, Sjaak. Laatste ronde, all or nothing. Ik dacht dat ik het goed had. Je dacht dat je dat in de pocket had, maar ja, het is niet zo. De laatste challenge, en die is om te beginnen voor jou. Daarna gaat Elium doen. Hij is heel simpel. Jij moet zo hoog mogelijk komen in 1 minuut. Okay. Hoeveel zand ga je meenemen en je moet nog omhoog? Vergeet dat niet. 3, 2, 1, go! Oké, hij gaat zand scheppen als eerste. Dat is best slim, want dan kun je het snelste hakken. De vraag is, hoeveel ga je doen? Je hebt nu nog maar 20 zand en je hebt al 15 seconden gedaan. Ga je rond de 30 seconden beginnen met bouwen? Je zit nu op 25 seconden al. Oké, 52 blokken heb je. En hoe hoog zit je? 75, 76, 77, 78, 80. Je hebt nog 15 seconden over. Red je dat nog met je blokken? Ja, dat red je wel. 10 seconden, doe maar rustig aan. Jij bent gekomen tot een hoogte van 124 blokken met nog 5 seconden te gaan. Maar dat maakt niet uit, want je blokken zijn op en je staat helemaal boven. Jij hebt goed opgelet. Hoeveel blokken had hij mee? 52. Dat betekent dat als jij er 60 meeneemt en het haalt, heb je gewonnen. Maar het werkt allemaal wel op tijd, hè? Ja. 60 seconden. 3, 2, 1. En go. Lekker hakken. Hakken. Zoveel mogelijk eerst gaan hakken. Veel te lang. Go. 18 seconden. Gaat goed. 47, 52. Nog een stuk of 10 of zo. Dan ben je er. Krap. Als je nu gaat bouwen, ga je het redden. Oh, die springt er niet af, Eli, hè? Je hebt nog 15 seconden. Je moet echt go. Als een gek. Oh, dit wordt heel erg krap, hoor. 130. En 3, 2, 1, stop. Oh, ja. Met 2 blokken verschil. Serieus? Zij heeft 132. Dit gebeurt nooit bij mij, hè? Sjaak is in de weer geraakt. Hoe de hel komen je dan 1500 punten? Nou, de eindbaas is verslagen door Eli. Dat betekent dat jij de Wheel of Shame mag gaan spinnen om te kijken wat Sjaak zo meteen moet gaan doen. Go for it. Er is een. Oh. Ja. Oh. Zingen. Verdien wat centjes door middel straat op te treden. Je wordt straatmuzikant. Alsjeblieft. Ga je nu meedoen? Nee. Je hebt verloren. Ja. Je bent Sjaak de Sjaak. Ik heb verloren. Ik ben dus nu in Alphen aan de Rijn in het centrum. Het publiek staat daar al. En ik moet gewoon gaan zingen. Let's go. Da-da-da-da-da. Do you remember the fairy first time September? One kiss is all it takes. Falling in love with me. There's no passion in me. Ja, kijk eens. Woehoe. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Pa. Ga nog even door, Sjaak. En de show is afgelopen. Nou, jongens, het is me toch wel aardig gelukt. Al was het 5 cent, het is genoeg. Je bent gewoon betaald geworden voor straatmuzikant. Ik vind het knap, ik had het er niet na kunnen doen.
Eli ook niet misschien, zei ze. Dankjewel. We hebben wel gelachen, moet ik zeggen. Ja, dat weet ik. Nou, Eli, heb je een leuke dag gehad vandaag? Ja, enorm. Echt enorm bedankt. Kijk, daar doen we het allemaal voor. Hey David, hartstikke bedankt dat je mee wou doen. Ja, hey, geen probleem. Volgende keer ga jij hier dansen, hè? Ik denk niet dat ik daar eindbaas genoeg voor ben, ouwe. Okay. Vond je dit een leuke video? Druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. En denk je nou mij te kunnen verslaan van de Wheel of Shame? Ik denk dat het gaat lukken. Laat dan even een comment achter. Want misschien zie ik jou in de volgende aflevering in Eindbaas. En vergeet niet te subscriben, hè. Jongens, tot de volgende keer. Yo, yo! Okay.